Welkom weer bij het SGP Weekjournaal. Er is weer heel veel gebeurd deze week en dat gaan we met heel veel plezier weer aan u vertellen. Danielle, waar gaan we mee beginnen? Ja, we beginnen met de quarantaineplicht. De Eerste Kamer ging afgelopen dinsdag namelijk akkoord met de invoering van een quarantaineplicht en verplichting van toegangsbewijzen voor grote evenementen. We kijken even wat SGP-senator Diederik van Dijk daarover zei in de Eerste Kamer. Zodra de situatie toelaat, moet de overheid terugtreden. En dat laatste gaat niet automatisch. Integendeel. Een bijzonder is dat het kabinet nu, met toch de haven in zicht, opnieuw met forse wetgeving en maatregelen komt die grondrechten inperken en hoge kosten met zich brengen. Voor een korte periode, althans, dat is de hoop, want we weten best hoe rekbaar het begrip tijdelijk is. Heeft het kabinet ook zonder de nieuwe voorstellen al geen royale gereedschapskist ter beschikking om ons door de pandemie te leiden? Voorzitter, de afdeling advisering van de Raad van State merkt naar aanleiding van het wetvoorstel quarantaineplicht op dat de noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van de quarantaineplicht onvoldoende vaststaan in het licht van de verregaande inbreuken die het maakt op een aantal grondrechten. En wat betreft de SGP staat deze kritiek op het wetvoorstel nog als een huis. En deze kritiek wordt bepaald niet malser als we hierbij expliciet de handhaving van de maatregelen betrekken. Erkent de minister dat er op deze terreinen niet wezenlijk tegemoet is gekomen aan het negatieve oordeel van de Raad van State? Zo wordt er gecontroleerd via belteams. Goedemorgen, u spreekt met de overheid en ik wil graag controleren of u thuis bent. Je zou zomaar verlangen naar een drastische uitbreiding van het bel me niet-register. Ja, we zagen hier het Eerste Kamerdebat, wat wegens de anderhalve meter maatregel in de oude Ridderzaal plaatsvindt. Dus ja, dat levert wel mooie beelden op. Al eerder debatteerde ook de Tweede Kamer over de quarantaineplicht. En SGP-Kamerlid Roelof Bisschop liet zich ook al wel licht spottend uit over de handhaving daarvan. We kijken even naar een debatfragment. Voorzitter, laten we beginnen met het goede nieuws. Het wetsvoorstel quarantaineverplichting leidt tot nieuwe banen. Binnenkort zal een belteam aan de slag gaan dat burgers belt om te controleren of ze zich wel aan de quarantaine houden. En de leden van dat team moeten natuurlijk ook scholing ontvangen. Ze moeten bijvoorbeeld het gebrom van een grasmaaier kunnen onderscheiden van het gedruis in een trein of het gezoem van de wasmachine. En dan moeten ze dat ook nog juist leren interpreteren. Allemaal nieuwe werkgelegenheid, voorzitter. Dat is iets wat ons deugd doet. Neemt iemand de telefoon niet op, dan komt er zelfs iemand in de tuin en door het raam gluren. Is dit nou echt het type handhaving waar we behoefte aan hebben? De drang om burgers continu te kunnen controleren druist wat de SGP-fractie betreft in tegen de basisvrijheden die iedere burger in dit land geniet en waar iedere burger recht en aanspraak op heeft. De overheid geeft zichzelf vergaande bevoegdheden om in te kunnen grijpen in ons leven. Dat kan nodig zijn, maar het kan ook te ver gaan. Senator Diederik van Dijk legde dat mooi uit met een Bijbels voorbeeld in de Eerste Kamer. Voorzitter, een koning mag niet te veel paarden aanschaffen. En dat is een concreet voorschrift uit het Bijbelboek Deuteronomium. Paarden betekende macht. Te veel macht concentreren bij de koning, bij de overheid, zouden we zeggen vandaag, is niet zomaar goed, zo zegt dit Bijbelgedeelte. Macht kan ontsporen, verslavend werken en blijkt moeilijk om er op een gegeven moment ook weer afstand van te doen. En dat is best een tijdloze les, zeker nu we zijn aanbeland in een tijd waarin de overheid beslist dat het voor mij kennelijk essentiëler is om een vrouwenlichaam te kunnen huren dan om naar een schilderij te kijken. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Woensdag oordeelde de rechter dat Shell meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Milieudefensie had hier een zaak over aangespannen. Wij spraken Christoffer en vroegen hem hoe hij hiernaar kijkt. Deze week deed de rechter een uitspraak over Shell. Kunt u misschien kort toelichten waar dat precies over ging? Ja, Milieudefensie had Shell aangeklaagd dat men zei dat alle activiteiten die Shell onderneemt en dat ze niet snel genoeg allerlei zaken nog duurzamer maken, dat slecht is voor een goed leven hier in Nederland en ook niet goed is voor een goed gezinsleven.
Ja, daar heeft de rechter van gezegd dat ze het daarmee eens zijn. Dus Shell die moet wat gaan doen. Dus de rechter bepaalt eigenlijk min of meer het beleid als het gaat over klimaatmaatregelen. Wat vindt u daarvan? Nou, in dit geval gaat het natuurlijk over het beleid van het bedrijf Shell. Dus ze gaan eigenlijk op de stoel zitten van de bestuurder van Shell. Nou, als Shell zich niet houdt aan de wetten enzovoort, dan mag dat natuurlijk, hè. Maar in dit geval gaat het wel over, denk je, Shell is bezig om allerlei verduurzamingsdingen te doen. Hebben ook gezegd, het klimaatakkoord, wat we hier in Nederland hebben, dat onderschrijven, doen we ons best voor. Maar ja, Milieudefensie vond het niet hard genoeg gaan en zegt, Shell moet nog een stapje harder gaan. En dat komt denk ik op hele rare dingen uiteindelijk als je niet uitkijkt. Ja, want waar maakt u zich zorgen over? Waar ik me hier echt de zorg over maak, is dat dit betekent dat dadelijk bedrijven denken, in Nederland moet je niet zijn. Want als je daar investeert, dan krijg je allerlei hele zware opgelegde eisen. Dus dat doen we maar elders in de wereld. Dat betekent dat er hier minder verdiend wordt in dit land, dat er minder banen zijn. En voor het klimaat is het volgens mij ook nog eens heel bar slecht. Want die bedrijven doen dat dan dadelijk, die investeringen in landen waar het veel viezer en vuiler is en minder regels zijn. Ja, en dan wordt het klimaat in de wereld er alleen maar slechter van. Want hier in Nederland moet je sowieso toch wel je best doen om alles een beetje schoner en mooier te maken. Dus Milieudefensie schiet eigenlijk zichzelf hiermee in de voet? Ja, als je het op de Nederlandse schaal bekijkt, dan lijkt het prachtig. Maar als je nu kijkt van, als je echt wil doen aan het klimaat, denk Milieudefensie. Hier doe je gewoon echt precies datgene wat je niet moet doen en wat je volgens mij niet zou moeten willen. En wat kunnen we hier nou nog tegen doen? Ik ga eerst kijken hoe het ministerie van EZK hier ook mee omgaat, van Economische Zaken en Klimaat. Die hebben al gezegd, we gaan het bestuderen. Dan zal het ongetwijfeld in de Kamer aan de orde komen. En dan moeten wij denk kijken van, moeten wij niet toch wat dingen aanpassen in wet en regelgeving, zodat je dit gaat voorkomen. Dus we gaan de regels wijzigen? Nou, als dat kan, dan, maar daar moet je eerst eens goed naar kijken, want het is maar de vraag, hoeveel ruimte heb je erin? Dit gaat ook over, over internationale verdragen waaraan getoetst wordt. Dus dat is één. Maar ik denk dat we moeten kijken van, kun je dat voor een deel voorkomen? Aan de andere kant, denk dat er ook een opdracht bij Shell ligt en bij andere bedrijven van, doe wel je uiterste best, en daar roep ik iedereen toe op, om wel te zorgen dat je zo goed mogelijk omgaat met ons klimaat, met ons milieu, met onze leefomgeving. Want dat is het allerbeste. Als we het gewoon zelf doen, dan is er überhaupt niemand die natuurlijk naar de rechter stapt. Woensdag debatteerde Christoffer ook nog met minister Anke Bijleveld van Defensie over een rare actie van het leger. De link naar deze video kunt u vinden onder de beschrijving van deze video. Ja, en dan gaan we naar het formatienieuws. Deze week voerde informateur Hamer weer gesprekken met alle politieke partijen over de formatie, onderwerpen die daarbij belangrijk zijn. En dat deed ze op een hele nieuwe methode, namelijk in 3 clusters. De SGP was afgelopen donderdag aan de beurt, samen met FVD, PVV, BBB en ook met fractie Den Haan, die pas is afgesplitst van 50+. En ook Ja 21 sloot daarbij aan. En Christoffer had een mooie omschrijving gevonden voor dit bonte gezelschap. Goed, voorzitter. Ik vervang in deze eerste termijn mijn chef Kees van der Staaij. Hij heeft de eer om vandaag met een illustre cluster te spreken over de vorming van een nieuw kabinet. En ik zou zeggen, als ze er vanmorgen uitkomen, dan komt Nederland er best goed uit te zien volgens mij. Maar dat terzijde. En natuurlijk vroegen we aan Kees van der Staaij hoe hij dit gesprek met de informateur heeft ervaren. Ja, u bent net met het illustere cluster bent u bij mevrouw Hamer geweest. Hoe was de sfeer? Ja, het was wel een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Niet iedereen kwam opdagen. Geert Wilders had al gezegd van, nou, ik wil toch nieuwe verkiezingen en ik heb mijn ei wel gelegd, dus ik kom niet. Nou, Thierry Baudet kwam in het begin ook niet, maar die kwam wat later opdagen. Dus dat geeft ook alweer een bijzondere dynamiek, zal ik maar zeggen, aan zo'n gesprek. Konden weer een klein beetje opnieuw beginnen. Maar verder, het is allemaal, laat ik het zo zeggen, niet eerder vertoond wat we nu op die manier doen. Je zit met een informateur aan tafel met een mengeling aan partijen, waarbij we over een potpourri van onderwerpen dan praten. Ik hoop dat de informateur er iets mee kan en iets aan heeft. Proef ik een beetje dat het al met al ook een beter gesprek had kunnen zijn? Oh nee hoor, het was echt een uitstekende mogelijkheid voor alle partijen om ook met elkaar in gesprek te zijn over thema's die ons bezighoudt. En er zijn zeker ook punten waarvan je zegt van, nou, dat is nuttig dat dat ook breed naar voren wordt gebracht. Van, let op dat we niet lam gelegd worden door Europese regels of rechtelijke uitspraken, waardoor er eigenlijk onvoldoende politieke ruimte overblijft. Of geef meer aandacht voor
biedt meer ruimte voor de professional in de zorg, de leraren, de zorgwerkers. En regel niet alles dicht. Maar let ook op de acute knelpunten in bijvoorbeeld de jeugdzorg. Dat is een punt wat wij zelf ook gemaakt hebben. Als er mensen bijvoorbeeld met suïcidaliteit of met eetstoornissen zo lang op die zorg moeten wachten. Dat kan toch eigenlijk niet. En juist ook door corona hebben nog meer mensen ook een mentale klap gekregen. Laat daar ook met voortvarendheid aandacht voor zijn. Nou, zo zijn er meer een aantal concrete onderwerpen langsgekomen. We houden u ook uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws van de formatie. Ja, en donderdag was er ook nog een debat over prostitutie en mensenhandel. En Sylvana Simons, Kamerlid voor Bijeen, die wil sekswerk normaliseren en doet alsof dat een heel gewoon en veilig beroep is. Maar SGP-Kamerlid Roelof Bisschop denkt daar duidelijk anders over. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. In de praktijk zien we dat een groeiende groep mensen zelfstandig, bewust de keuze maakt om sekswerk uit te voeren. En juist het feit dat daar zoveel stigma's omheen hangen en dat wij dat eigenlijk vanuit de overheid criminaliseren, bijvoorbeeld doordat meteen automatisch de schade onder justitie en veiligheid, maakt dat het voor de sekswerkers juist gevaarlijker wordt om dat werk veilig te doen. Bij prostitutie of mensenhandel, ja, dan zitten we hier goed. Dan gaat het over justitie, dan gaat het over veiligheid, dan gaat het over criminaliteit. Maar op het moment dat we die twee automatisch aan elkaar verbinden, dan doen we de sekswerkers, die gewoon een zelfstandige branche zijn, net als masseurs, belastingadviseurs, noem eigenlijk allerlei beroepsgroepen maar op, die criminaliseren wij op die manier. En daar wil ik heel graag vanaf, voorzitter. Dank u wel. De heer Bisschop. Ja, voorzitter, idealen hebben is natuurlijk mooi, maar als wij zien dat sinds 2000, toen dit lijntje ingezet is, dat één grote zooi is geworden, is gebleven, dan is dit toch een fata morgana, om zo te zeggen. Dit is toch een illusie om te doen alsof je de legale en de illegale component zo uit elkaar kan. De praktijk wijst toch uit dat het gewoon naadloos in elkaar overloopt en dan kunnen we ideaal hebben dat keurig onderscheiden moet worden. Maar de samenleving, de maatschappij, maakt dat onderscheid niet. De overheid heeft vanaf 2000 deze lijn ingezet, die mevrouw Simons zegt. En we zien wat voor een ellende, wat voor een enorme cumulatie van mensenhandel, met name in die sector, hoezeer die is toegenomen. En dan kun je natuurlijk krampachtig vasthouden aan het beeld van het zou zo mooi zijn als het zo. Ja, misschien wel. Maar de werkelijkheid is snoeihard. De werkelijkheid is compleet anders. En dan moet je het lef hebben om in de spiegel te kijken en zeggen, dit werkt dus niet. Wij moeten hier vanaf. En zoals sommige partijen sekswerk willen normaliseren, pleit D66 juist voor het legaliseren van drugsgebruik. De gedachte is nou eenmaal, je kan het maar beter toestaan en regelen, want dat willen mensen nou eenmaal. Joost Snelle van de D66 dacht aan mij een mooie beeldspraak te gevonden te hebben. Maar Kees van der Staaij ging daarmee aan de haal. Voorzitter, kent u die uitdrukking? Dweilen met de kraan open. Dat is het geval. De vloer blijft nat en het water stijgt tot boven je enkels. En dan is het niet onlogisch om naar nieuwe dweilen te zoeken en ook het afvoerputje goed te blijven ontstoppen. Maar het is misschien effectiever om ook eens te kijken naar die kraan. En ik moest aan dat beeld denken bij het bestuderen van de stukken over dit wetsvoorstel dat wij vanavond bespreken. Want het is overduidelijk dat het illegale drugscircuit voor grote problemen zorgt. Ik vind het een hele bijzondere aanpak van wateroverlast om te zeggen laten we vooral de kraan zover mogelijk openzetten. Dat is eigenlijk wat het is jammer dat de heer Van der Staaij die ik De heer Van der Staaij is aan het woord. En overigens vind ik het toch jammer dat de heer Van der Staaij de metafoor zo slecht begrepen heeft. Ik ken hem toch als een beter luisteraar, maar goed. Nou, dat waren alweer de politieke hoogtepunten van deze week. Blikken we tot slot nog even terug op onze partijdag die afgelopen zaterdag plaats had. Goedemorgen. Namens het hoofdbestuur mag ik u hartelijk welkom heten op deze online partijdag van onze SGP. En zo mogen we vandaag ook tegen elkaar zeggen, wie het van hem verwacht, zal nooit beschaamd uitkomen. Zijn trouw is groot. Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Ja, dank voor deze woorden.
mag u hier gaan zitten voor nog een aanvullend en aansluitend vraaggesprek. Ik heb ook nog wel gezegd, een beetje natuurlijk als grap, van de SGP is nog nooit zo intensief bij een formatie betrokken. Want ik heb al in een paar maanden tijd al zoveel uitgebreide gesprekken gevoerd over de formatie. Maar per saldo gaat het natuurlijk met een slakkengang verder. En ik heb ook wel gezegd, laten we niet verwachten dat nu door de focus op de inhoud, dat we ineens zeggen van nou, we waren met de inhoud bezig en toen daalde er ineens zomaar een combinatie van partijen neer die het nieuwe kabinet gaan vormen. Uiteindelijk komt het natuurlijk ook wel gewoon aan op de politieke wil van de hoofdrolspelers om met andere partijen samen te gaan werken. En ik denk dat daar nog behoorlijk vast zit. Dat, ja. Als ik het zo zie, dan proef je toch bij D66 wel echt de wens om het zo links mogelijk te krijgen. En zijn CDA en VVD daar gelukkig en terecht nu al wat beducht over. Tijdens de partijdag vierden we ook het 100-jarig jubileum van de Banier. En als het goed is, ligt het jubileumnummer sinds deze week bij onze leden op de mat. En dit is hem. Ja, en hij ziet er weer mooi uit en dat garandeert heel veel leesplezier. Ja, en die ligt dus alleen bij leden op de mat. En denkt u nou, hè, verdraaid, ik ben geen lid van de SGP, dan kunt u dat natuurlijk worden. Ga naar lidworden.sgp.nl en schrijf u in als lid. Dat geeft ons meer invloed, meer slagkracht en we krijgen ook voor elk aangemeld lid een financiële bijdrage van de overheid. In de beschrijving onder deze video vindt u de linkjes van alle volledige debatbijdragen die we aangehaald hebben tijdens deze video. Vond u dit nou een leuk journaal? Klik dan vooral op het duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal om niets te hoeven missen van de SGP. Ja, en volgende week vrijdagavond ook weer om 19:30 zijn we er met een uitzending van Studio SGP. Dan wensen we u nog een hele fijne avond, mooie zaterdag en ook alvast een gezegende zondag. En graag natuurlijk tot volgende week.